SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta. What I think what's in a lot of schools now missing is helping to find yourself. And I think that the best thing what education should be and could be is helping you to find your inner me. And with respect to that, help you to give you all the tools to make the utmost of who you are. Wat ik leuk vind aan deze school is dat je op je eigen niveau kan werken. En met de iPad, en dat is veel handiger en het werkt beter voor mij. Kijk, ik moet deze halen. Ja, die. Ik vind het fijn om met TikTok te werken, zodat ik zelf dingen kan plannen voor mijn leerdoelen. Want als ik rekenleerdoelen heb en ik moet verplicht naar taal, dat schiet niet echt op. Dus dat vind ik wel heel fijn eraan. Dan kun je je leerdoelen af hebben en dan kun je weer nieuwe. Ik vind van de workshop vind ik wel leuk. Ik vind ze ook interessant. En je leert ook veel van die workshops. Want eerder zou je denken van, oh, workshops, je gaat alleen maar spelen. En je gaat toch maar doen wat je wil. Maar het is best wel leuk. Het is ook interessant. Want bijvoorbeeld dingen die je eerst niet leuk vond, vind je dan opeens wel leuk. Bijvoorbeeld Lego. Dat is echt iets voor jongens, zou je denken. Maar wanneer je eenmaal naar die workshop gaat, dan ga je denken van, oh nee, dit is eigenlijk best wel leuk. Het is best wel interessant en zo. My personal background is I'm a market researcher, and my oldest son is now 38, and my youngest daughter is now 6. And when my daughter was 1 or 2 years old, I had an iPad, and I saw that she could work on an iPad, and she was working with the iPad and was doing funny things and good things, also educational. And when I went to see her school, her future school, that was also the school of my oldest son of 30 years ago. And then I saw a classroom who was exactly the same like 30 years ago. And I said to myself, I cannot imagine that I can prepare my daughter for the future in a school who's exactly the same like 30 years ago. So I said, either she stays at home or we start an own school who think about the future, what is necessary for the future, who uses the possibilities and technology of today, and most important, who is concentrating on the talents and possibilities of the children. We have 115 children at the moment.
We started with 43 one year ago. So we're growing quite rapidly. The ages, it differs from all, we have all ages from 4 to 12. Morgen, meneer. Wat voor mooie medaille is dat? Kilo. Oh. We have also all, we have rich and poor, we have other ethnic backgrounds. So it's, yeah, it's a real mix. Dames. Goedemorgen, fijn dat jullie er zijn. Wauw, die is mooi. Goedemorgen. Fijn dat jij daar. Kids can come in at 8:30 or 9:30. That's because of the option we want to give the parents. Some parents work later. And some kids, well, have a rhythm of getting up a bit later. Goedemorgen. From the moment we were thinking about the model and the opening this school was about 2 years. Goedemorgen. This school is a public school, like almost all the schools in the Netherlands. The government gives money to schools. And we have a special thing in our constitution, because 100 years ago there was a big quarrel between Catholic and Protestants, also about schools. And then in our constitution was placed, if parents want to start a school, who's inside specific guidelines, you can start a school and it's paid by the government based on our taxes. We have very high taxes in the Netherlands. So this school, like almost other schools in the Netherlands, is paid by the government because we are inside the guidelines of the government. So we were thinking about a school with a completely different model, and also we wanted to give it a name. And in the Netherlands we have a lot of schools with name of important or famous people, Albert Einstein School, Anne Frank School. So Steve Jobs died 6 or 8 months before we thought about it. And thought, why not call it Steve Jobs School as a tribute to an important person? When you want to start a school in Amsterdam, they place you. So if, for example, in an area there's enough schools, they say you're not allowed to build a school here. Or well, you're allowed, but we don't give you the ground or the building. Well, we asked the government, where do you need a school? And this was the location. This building was designed as a school 5 years ago or 6 years ago. It wasn't designed by us. And they designed it to have approximately 400 kids in Amsterdam. A couple of things are, well, fitting for our school is because there's a lot of glass, so it's transparent. You can see through, which really fits our philosophy because we want it to be as open as possible. It's an open community and everybody learns. Apart from that, there's a big gymnastic area in the center, which really fits us as well, because we like to teach extra gym and try to be sportive and healthy. Heel speciaal. Want ja, het is heel speciaal omdat je toch met iPads werkt, terwijl je vroeger met boekjes hebt gewerkt. En toen je met boekjes werkte, ging je informatie zoeken, doorbladeren, totdat je het vond. En op je iPad, dan ga je naar Google en dan tik je het in en dan heb je gelijk de beste resultaten. Dus het is nog heel anders en ik moest er ook aan wennen. The philosophy of the Steve Jobs School would be that we start teaching on a base of trust. So, for example, we give them the iPad and we trust them to do, well, school things with the iPad. It's a fundamental difference with other schools because most decisions are based on control and we focus more on letting the child do what he wants. Within boundaries. It's also trust in parents, trust in teachers, that you have your own way of doing it right. We gaan het even verder hebben over de dieren in Nederland. Wie weet er wat bedreigde dieren zijn? Ik zie een hele goede vinger hier. Ik weet het, dus duurt het. Dieren die mishandeld worden.
Nee, bedreigde diersoort. Kijk, dieren hebben natuurlijk een papa en een mama nodig en dan komen er kinderen. En, maar als er te weinig vaders en moeders zijn, komen er ook geen kinderen meer. Well, the idea is that children have in their individual development plan a goal, a learning goal. And they, of course, when they see an activity that is fruitful to that goal, they subscribe to that activity. So they enlist themselves to that activity. And of course, they also, when they have free work, sort of, or independent work, focus their attention on that specific learning goal. And that varies from every period, which lasts 6 weeks, to the other. So they can have, if the goal is completed, of course, they need a new learning goal and start working on that. And that is discussed every six weeks. So the idea is not only the freedom of choice, which is very important in our concept, but also a guidance in that. So there is some kind of structure that tells pupils that it is really important to learn this and that topic. What was the good day? We personalize in a lot of things, in the way you want to learn, in the speed you want to learn, in subjects you want to learn, in with who you want to learn. So well, we try to do it really focused on what's best for you. What's for mij, links, is dat is? Bedoel je links van links of links? Dat dier. Ja, die kijk ik wel. Links. Ja. Het verschil tussen coach en leerkracht is... Eigenlijk de leerkracht heeft heel vaak, ik weet het en ik ga het jou wel uitleggen. En de coach vind ik daar anders in. Ik vind de rol van coach meer van, nou, wat wil jij leren? En hoe kom je daar? Dus het is eigenlijk veel meer begeleiding dan de leerkracht die zegt wat je moet gaan doen. Vind ik een groot verschil in. Ik merk wel dat hier de rol van coach is pittig, omdat je echt zoekt naar dingen die je nog niet helemaal weet af en toe. Neem niet weg dat kinderen daar wel echt positief op kunnen reageren. Dat ze echt zelf die ruimte ook pakken van, nou, dit kan ik nu. Ik wil nu daar naartoe werken. Dus dan zijn er kinderen die veel meer betrokken zijn bij hun eigen leerproces. I'm gonna plan my schedule. So I'm going to tick-tick. I'm gonna plan tomorrow's planning so that I go wherever. These are two things. I can plan working at myself or maths percentage. I'm planning working at myself. I can now plan maths. You can do it yourself, whatever math you want. And you can do whatever you want, but the school apps. So I'm planning maths. Now I can plan these four things. The app TickTick is developed for a planning, to make a planning for kids and parents to know what they should do on school. The TickTick works from different ways, because we can oblige children to go to a certain instruction. So you don't have a decision. Every Wednesday morning, you have to go to reading. But it also enables you to make a decision. I like to go to mathematics first, and then I'll go to history, and then I'll go to English class, for example. What we see that giving the children and parents a planning tool at home, it makes sure that parents are more involved in the school day of their children because they know what they're doing. And they also get involved in what they plan because they know what goals they have. Ongeveer veranderd doel. Doelschermen zijn veranderd. Toevoegen. Want ja, ik vind het fijner gewoon als eerste met de taalles beginnen. En ik heb altijd twee keer dezelfde atelier in het begin. Want het eerste is 25 minuten. En mijn moeder vindt dat het niet genoeg is om de dag te beginnen met één. Anders is het heel raar. Maar ik vind dat ook wel. Want als ik dan 25 minuten taal doe en daarna gelijk rekenen, dat is een beetje raar. Dan vergeet je snel wat je hebt geleerd die dag. Dus dan heeft mijn moeder, dat doet mijn moeder altijd. En mijn TikTok die plan ik altijd met mijn moeder samen in de avond. En ja, dan ga ik... ja, dan kom ik van taal. Meestal heb ik altijd taal. En dan ga ik naar mijn doelen toe. En dan ga ik kijken wat ik nog moet leren. Schrijf je wat op een kaartje? Ja, schrijf ik toe.
Alsof ik daar moeder ben, hè? Alsof jij de moeder bent. Zo, hè? Denk in ieder geval met heel veel kinderen. We get real partnership with the parents. The parents are in the school. They're always welcome. They are welcome to teach. They are welcome to join a class. So we have a real commitment of the parents. Okay. Ja. Mag ik ook nog een woordje? Mijn dochter heeft de school uitgekozen. Zij kwam met het verhaal van mama, er is een nieuwe school geopend. Het is een helemaal geweldige school en ik wil erop. En iPad. En de volgende dag weer. Mama, die school. En dan ga alsjeblieft kijken en informatie. Dus ik heb op een gegeven moment dan informatie opgezocht. En eigenlijk sprak het me meteen aan. Dus ik had zoiets van, ze heeft wel gelijk, weet je. Het klinkt wel heel erg interessant. Oké. Grinneken. Al wil je de hele dag op school blijven, een keer. Volgens mij is dat geen probleem. Normaal word je gewoon een beetje de deur uitgekeken. 8:55 eigenlijk al. En nu mag je eigenlijk gewoon met je kind even zitten. Kijken wat ze aan het doen is. Kijken wat ze niet aan het doen is. Maar ook gewoon als je er thuis geen tijd voor hebt. Ook al heb je de iPad elke dag thuis en je komt er niet aan toe, kan je toch even zeggen van, ik ga elke dag even een kwartiertje of 10 minuten met mijn dochter zitten of met mijn zoon. Kijk, dus zo. Ga zij iets wat gefilmd wordt. Daarna gaan we naar het atelier waar je naartoe moet. En daarna ga je naar de andere ateliers. We spelen 2 keer dan buiten nog. 1 keer in de ochtend en in de middag. Dat is zodat, want normaal op andere scholen speel je maar 1 keer buiten als je in de middenbouw zit. Want wij mochten maar 1 keer spelen, buiten spelen in groep 4. En hoe heet het? Dat was daar wel even wennen. Maar als je dan in 1 keer 2 keer naar buiten mag, is het best wel leuk. En dan kan je meer energie kwijtraken, waardoor je beter kan werken op school en meer presteren. Je loopt in een lokaal binnen, je gaat leren zoals op de andere school. En een uur later ga je het lokaal weer uit in een ander lokaal. Ik vind het leuk omdat, wat ik net ook eigenlijk al zei, omdat ik anders de hele tijd naar dezelfde juf moet kijken. En alles opschrijven wat zij zegt. En dat je de hele tijd in een werkboekje zit. De hele tijd dingen op te schrijven. Een man, 2 jongens met wapens op straat lopen. De politie kwam kijken en praten met de jongens. Het waren speelgoedwapens. Leuk galgenhoord trouwens, hè? Een hele lange. Een manier van lesgeven, dat is denk ik heel afhankelijk van het onderwerp. Zelf doe ik veel begrijpend lezen. En ik hou er wel van dat kinderen zelf heel erg met antwoorden komen, maar ook echt iets voorhouden waardoor ze ineens iets gaan ontdekken, zeg maar. Maar elkaar helpen vind ik heel belangrijk. Dus ik hou er wel van dat kinderen heel erg met elkaar samenwerken. Maar het is echt heel verschillend. Want met begrijpen lezen zal ik altijd iets voorbereiden om iets aan te bieden. Maar op het moment dat ze bijvoorbeeld techniek bij mij gaan doen, dan ben ik voorstander van, nou, alsjeblieft, hier heb je materiaal en hier heb je grofweg een beetje het idee wat je ermee zou kunnen doen. Succes! Dus dan is het ontdekkend leren. Ik ben leerkracht in rekenen. Dus ik geef rekenen aan de oudste van de school. En daarnaast ben ik coach van de oudste groep van de school. Dat is groep 5 tot en met 8.
En dat is groep 5 tot en met 8, dus 9 tot en met 12 jaar. De eerste dagen dat ik hier was, moest ik heel erg wennen aan het wisselen. De wisselmomenten tussen de tijden van de klasse, dat de kinderen heel vrij zijn. Ze lopen door de hele school heen. Het is voor je gevoel net een mierennest, maar eigenlijk weet iedereen waar die heen moet. En daar ben ik nu wel heel erg aan gewend. En wat soms nog een uitdaging is, en dat blijft het denk ik ook wel, zijn de verschillende leeftijdsgroepen die we hebben. Want ik geef nu les van groep 3 tot en met 8. Dus dat is in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. En die leerlingen die hebben allemaal tegelijk uitleg nodig, het liefst. En je kunt niet iedereen tegelijk uitleg geven. Dus dat is wel een verschil en een hele grote uitdaging, maar wel heel erg leuk om te doen. Je geeft heel veel 1-op-1 les en daardoor red je het, denk ik. En het is heel goed. Ja, kijk, wat je hier doet, keer 5. Wat 8 keer 5 is? 40. Nou, en dan moet je hier automatisch moet je dat ook doen. En 5 keer 5 is 25. Oh! Dus die is goed. Ik denk dat we op heel veel verschillende manieren lesgeven. We gebruiken Montessori-materiaal. De taallijn van Montessori en de rekenlijn. Montessori, it's a special type of education. We have loads of Montessori schools in Holland, and it's also more free. You have different ages of children. You have like the younger ones, the middle ones, and the older ones, all in one class. So, and the teacher does do frontal lessons, but most of the time they work on their own also, only without the iPad. So we look a lot like Montessori. That's why I like it here, and that's why I think they hired me, because I knew about Montessori. Education. We have the silent room. In the silent room, there's hardly any help, so children are working there very independently on the iPad or in a book, silently, of course, but you can't help them because it has to be silent. But we have also these studios, and in the studios the teacher goes round and can stop at a child, look at what he's doing, either on the iPad or with materials or in the textbook or whatever, and see if the child needs help and then help him, much like in a Montessori classroom. So the interaction with the iPad is just the same as with any book or any other tool. Have a base group, and base group is divided in, for example, 2 or 3 years, because we have to have a certain same way of thinking, or if, for example, if I'm reading a book that we like the topic both. And so base groups are based on age, 2 or 3 years difference, but instructions aren't based on nothing but interests or level, so there's no age involved. Zijn teun staat hier te staan, zo, en ik loop langs. En ik ren door. Wat gebeurt? Wat kan ik doen? Dat doet nog steeds pijn. Stamgroep is een moment waarop de kinderen allemaal samen op school zijn, in de klas. En waarbij we allerlei verschillende onderwerpen behandelen. Van de regels van de school tot aan spelletjes doen met elkaar. We hebben 2 keer per week hebben we werktijd met elkaar. En dat zijn de kinderen die ik coach. Jij hebt het gedaan. Wat vond je ervan? Leuk. Als je iets niet fijn vindt, hebben we elke dag een kring. Een stamgroeptijd. En dan kan je het gewoon tegen de juffrouw zeggen. En anders als we in de kring zitten, dan kan je gewoon aan de hele klas vertellen wat jij niet fijn vindt. Of wat je wil veranderen. En ja, dat bespreek je dan met de juffrouw. En met onze groep gewoon. En ja, meestal gebeurt er dan ook iets of wordt er iets mee gedaan. Wat is de hoogste van deze land? Van dit.
The iPad is gonna help our school in many ways. I think in this digital area, it's rather strange not to have digital media or digital hardware as a school. But it also enables you to work with proper apps. And what we like about these apps or programs or web-based programs is that they're personalized. We use, for example, Khan Academy. Khan Academy is an international program. It's not by us. We don't own it. And it works for you. And you get tutorials when you need one. It adjusts to your level. You can choose a higher level or a lower level. So it's really easy. And the good thing about it is it gives you direct feedback on what you did. No, this was wrong. And at the end of the week, it gives me a report. It says, okay, this child, this is his level. It practiced for this hours. And then I come in as a coach, look at this correction and say, okay, what does this child need for instructions next week? Saves me so much time. It's a hallelujah, I would say, yeah. Niet de hele dag, maar ook deels wel. Ze gaan deels wel de dag volgen, maar ik ben om 12 uur al uit, dus. We doen veel op de iPad, maar niet alles. De iPad is een soort van middel om meer te leren. Want ik heb ook werkboekjes en die dingen. Want we zijn niet volledig digitaal, want we hebben gewoon potloden, dus. Niet meer dan jullie tekenen. Hij doet wel veel damage, maar hij is heel erg goed. Students are evaluated like every 6 weeks. We have we call it a IOP gesprek. It's a talk, and with the parents, with the students, sometimes both parents, sometimes one. It's every 6 weeks, so it's like compared to a normal school, it's like 10 times more, I guess. But we also do CITO. It's like a method of, how you call it? Just taking tests, and we have to. Because the government says you have to do something, and that's the only thing that's really there. But that's pretty difficult for the children because they're used to the iPad. They work in sheets, but it's a different method. But we do it twice a year. Ik miste jou al. Jij was op de fiets, hè? Eigenlijk heeft het kind het gesprek met de coach en je zit er als ouder bij. Maar je hoort dan wel elke 6 weken wat je kind heeft gedaan. Ze stellen zelf doelen op met de coach en mag je zelf natuurlijk ook wel invloed. Heb je er zelf ook wel invloed op? Ga ik er ook naartoe. Je gaat staan aftrekken bij breuken. Ja. A child has goals, and those 6 weeks goals we also change in 1 week goals in the school. And in the school, they can follow their own path according to their goals. And so, at the end, they have to show, or to have to see, let show the teacher, the coaches, and also the parents, how they reach their goals. What we do every 6 weeks is we have a meeting between the teacher, coach, the child, and the parent. What is the individual development plan for the next 6 weeks? What did you do the last 6 weeks? And what are our goals for the next 6 weeks? Ik had daar ook gedaan. Oké, dan doe ik deze eerst. Ik heb deze delen verbinden met de talenlijn. En daar had ik die van gedaan. En deze was nog moeilijk in het begin. Maar ik had deze wel. Dus je kunt het verbinden. Dat gaat goed. Tot en met 10 gaat goed. En vervolgens naar een stapje verder dat je hem gaat vereenvoudigen. Mm-hmm. Oké, en dit is. En dan verbind je hem daarna. Dus dat is een stapje verder. Ja? Wat wil je als leerdoel daarvan maken? Acho que uma grande macro tendência na educação mundial é a utilização das novas tecnologias de informação e comunicação. E eu não estou falando só de computadores, mas estou falando também dos tablets, dos smartphones, dos o que eles chamam de wearables, né? Agora os relógios, daqui a pouco os óculos, a realidade virtual. Então, temos algumas comprovações muito claras
de que sim, as novas tecnologias conseguem ter um impacto significativo, principalmente quando são utilizadas em prol da personalização. Ou seja, se eu utilizo um programa ali me ajudando a entender quais são as forças e as fraquezas cognitivas do meu aluno, eu consigo fazer intervenções mais precisas, eu consigo ajudar ele de uma melhor forma. É aquilo, um professor não consegue fazer um planejamento bom para sua turma, ou para um grupo de alunos, ou para um aluno, se ele não entende muito bem o que é que aquela turma, ou aquele grupo, ou aquele aluno sabe ou não sabe, ou tem interesse, não tem interesse, qual seria a melhor estratégia. Então, eu acredito que, de fato, é essencial o auxílio da inteligência artificial para que a gente consiga, de fato, fazer a personalização do processo de aprendizagem. Asked the children what they would like to learn, but also we look at how they're learning. So it's not that they can always choose what they want to learn, because we have an obligated curriculum in Holland. So we can also choose to teach a child something, but then we look at how he wants to learn. So for example, a dyslexic child, we try to visualize more to learn, to learn better. For example, some children need more obligated lessons, otherwise they cannot learn. If you have a really naughty boy who always wants to float around, then he needs more obligated lessons to get him more focused. So it's also personalized learning. Some need more restrictions than others. Moet jij gimmen? Heb jij nu gym? Zal ik eens kijken? Ja, maar zal ik eens kijken of jij nu gym hebt? Je hebt nu geen gym. En Kier ook niet. Ja. Dus jullie moeten nu naar de les. Dan zet ik weer voor jullie. Okay. Ik zing het volkslied. Schrijf op, zing. Dat onthoud ik wel. That's not a complete freedom, but the freedom is more, okay, in the morning I want to do this, in the afternoon I want to do this, or the next 6 weeks I want to concentrate in reading, but the other 6 weeks I will do more in math. Or my daughter likes very much to do things with her hand, to be creative. So if she can get the opportunity to be creative, she will do that. And maybe somebody else will go to gymnastics in that time. But so there is a freedom, but we call that, let's say, empowerment of a child, but not to give them ultimate freedom, but to give them freedom in specific guidelines, what makes them much more enthusiastic to do whatever they have to do or they ever want to do in that period. I chose this school for my son because he was done with learning at his previous school, which is a traditional school whereby everybody learns the same thing at the same page. And he had a little bit head start in some subjects, so he was getting bored with learning and he was getting less and less interested in learning. What changed the most right from the start was his enthusiasm to go to school. That was primarily because of the planning. He can do his own planning, so he felt in control of his own learning again. And then he found out he's got his own personal targets on what to learn. And he could go as far as he wanted to. The iPad learning stretches a lot. Lukt het met jouw voorbereiding voor morgen? Ja. Met je doelen? Ja?
Ik heb een doelenschema gemaakt van perioden. Mm-hmm. Ik heb het rekenen. Ik heb het op de volgorde die jij ook hebt gemaild. Prima. Rekenen, begrip, lezen, taal, spelling. In the beginning, when there was a coaching meeting, he would look at the coach or at me. What do you want me to do? I did this and you need to tell me if that's okay. Now he says, I did this, I think it's okay. Or I think I didn't do well, I need to practice more. He's now more confident to take the leading role. But of course, from the traditional school system, which he has followed for 7 years, it's a big change. Even armen los, armen los, even armen los. Gewoon even alles eruit schudden. Gewoon. Neem wat meer uit van elkaar. Een beetje binnen achteren, een beetje binnen achteren, een beetje binnen achteren. Een beetje binnen achteren, oké. Okay. Je schouders. Ja, lekker. Ah, ah. Je heupen. Kom maar. Haal die stijve heupen los. Ah. Oh, meester. Haal die stress van het rekenatelier eruit. Oké. Okay. Oké, dan gaan we eventjes alles doorschudden. 10. We gaan jullie nog even vuurwerken. 10, 9, 9. 10, 10, 10, 10 bedoel ik 9, 9, 9, 8. Ja? The idea is that children have own talents. And the problem is that if you and I start dancing, you're very good at it and I'm not. So it can be a goal, my personal goal to get better at dancing because I really am bad at it. But most often it's not that important to me. I don't care if I can, that I can't dance. So the idea is that we offer a lot of activities and that the children who have certain talents in these fields use the opportunity to learn, and other children forget about it. In order to get that organized, we try to, as much as possible to work with offerings here in the neighborhood. It should be accessible to children. They should be able to get there. But it doesn't need to be in this school building. Across the street we had music workshops, theater, excursions and so on. But they're never obligatory. It's never the whole class who goes there. It's always a selection of children who signed up for that activity. Maar ik heb meer op de Agogo geleerd spelen. Dat is de Braziliaanse kubel. Every Wednesday and Friday in the afternoon, we have workshops given by everybody who wants to give a workshop in this school. It's a frame of 1.5 hours. Well, we ask everybody from around, but also parents, what would you like our kids to know? Een grijze versie van dit. Ja, die moet toch hierin zitten of zo? Nee, die moet daar zitten, denk ik. Ja. Oh, wacht, dat is helemaal. We started with Lego Education Workshops. I did it last year. At the same school with almost the same kids. They were very enthusiastic. And he asked Jaap, oh, could you give me a new Lego education workshops view? And I was delighted to do it. And simply what it is learning kids by playful learning, getting known with programming and techniques by how they're doing it. They're doing it, building one machine. And the machine, you can program it by the iPad, by the movements. You can rotate it, you can move it in a straight line. There are sensors on it, and you can ask anything. So I can give them, at the end of the workshop courses, I can ask them, okay, I would like to make a turn around the table, and then riding to the wall, and stop 2 seconds for the wall. And that is what I'm trying to do, to try to learn them on a playful way, getting familiar with programming and techniques. Well, first of all, if you have 150 parents
or so, or no, twice, and 300 parents, and only, let's say, 5 to 10 teachers, it's obvious that the parents know more than the teachers. And that's the first thing that you have to realize. There's a wealth of knowledge and skills in the parents group, which we have to sort of use. So that means that parents are welcome into the education, not only into school, where they can come and watch their children if they want, but also give lessons, workshops, and so on. It doesn't have to be a lesson where you have to be a teacher. Just, well, you like cars, tell me about cars. Kids who like to join, it's free, you can join. So every kid who likes to know something about cars, they join your instruction. Sometimes it's 5 kids and they look at your, and they join your instruction. De volgende stap is dat je een sensor ervoor laat stoppen. En dat je net voor de muur moet laten stoppen. En zo leer je stapje voor stapje leer je steeds meer en verder hoe je het helemaal kan doen. En je hebt ook druksensoren. Cool. Als je erop drukt, dus je, dat hij iets gaat doen. Ja. Dus bijvoorbeeld dat je stopt als je tegen de muur aanrijdt. Dan kunnen we ook gewoon toch een... Maar dan leer je straks allemaal de stapjes als je klaar bent. Deze dingen gebruiken als knoppen, dan hebben we een game controller. There's a lot of participating by the parents. And I think it's it can always be more because we can help the coaches. We can do other things. I can have now 10 kids, so that gives time from the teachers to have more attention to the other kids. And it helps because, well, the difference from school and home gets smaller, so it's like the same. It's like your life. The interior design of the school is done by us. We did this with an idea. For example, we have not only tables and chairs, but we also have a couch. And the idea behind is that we want to want kids to feel comfortable, feel at home maybe, feel welcome. And we want them to feel, well, at ease. And we ask them, for example, to put their shoes off when they're in. And yeah, well, we would like it to be a more of a home setting, where kids can work in different ways. They can work standing up, they can work sitting, they can even chill on their couch when they're reading a book. I don't want to read when I'm sitting on a table. I like to read while on a couch. And we want the kids to read, so why not enable it for them and make it comfortable? Oh, thank you. So the school is organized mainly by teachers, and there's one director, which would be me. And everybody, well, does the same thing. So if somebody's ill, I have to teach as well. So we're actually one community. We all do the same things. We all do the dishes and we all clean up. The only difference is that we all have a specialism. And basically what we ask the teachers here is to have one specialism, one subject, and one hobby, one thing they like. So me, I would teach mathematics, and I would do music, for example. Wat vinden jullie van deze manier? Miglia zegt, kan je stoppen? Ik vind het niet leuk. Goed. Oké, okay. Nou doe ik even Nathan. Ik denk dat we heel erg veel inspraak hebben in heel veel dingen. We hebben heel veel vergaderingen, ook omdat het zo vernieuwend onderwijs is. Het is voor ons allemaal nieuw. En we hebben een heel klein team, maar wel een heel gepassioneerd team. Dus we gaan met z'n allen heel veel in overleg. En bepalen eigenlijk samen ons onderwijs, onze richting. En daarboven staat natuurlijk onze directie. En die hebben natuurlijk nog meer daarover te vertellen. En die zijn nog iets sterker daarin, ja. Maar wij bepalen met z'n allen wel heel erg waar we naartoe gaan. Dat vind ik ook wel mooi. Ja, heel veel overleg. Een kijkwijzer voor onze school te ontwikkelen. Een kijkwijzer is een soort observatie-instrument waarin de directie en IB in de klas komt kijken, maar eigenlijk ook waarin wij elkaar willen gaan bekijken, helpen, feedback geven. The team here works very hard to improve everything. We literally built this school. When I started working here, we were not with 8, we were like with 4 people, 5.
And I literally built IKEA furniture. Everything you see here is like built with our own hands. So we work too hard to make everything better because the school and the concept is very great, very inspiring, very innovating. But the iPad's nice, it has loads of programs, but it doesn't do what we want it to do. The methods are great, but it doesn't do what we want it to do. So we have to do a lot of things ourselves. So we have to work together a lot. And we're a very, very close team, so we do work a lot. And I think that gives us a great bond, I guess. And the children can see that. Wat is er fout aan Spring? Dat ze heeft de G verkeerd omgeschreven. Nee? Ja. Nee? De G is gewoon zo liever. Oh ja. Die is wel goed. Maar... Oké, dus wat moet er staan? Daar had snuren van. 3 keer 7 is 21. En 3 keer 9, 27. Dus het is hetzelfde. Dus dan krijg je. Maar dat kan niet. Het verschil met de vorige school en deze school is dat zij nu, als ze thuis komt, veel meer te vertellen heeft. Voorheen was het, nou, ik denk dat elke ouder dat wel herkent, van wat heb je vandaag op school gedaan? Weet ik niet meer. Of, ja, of hoe was het? Ja, leuk. En meer krijg ik er niet uit. En het verschil is dat ze nu veel meer dingen doet die bij haar passen, waardoor ze ook meer te vertellen heeft. Ik vind het een leuke school. En ik vind het fijn dat je op je eigen niveau kan werken. En ik vind de dingen die we extra doen, vind ik ook leuk. Nu, Sam, Kiai. Hi! Ik vind hem zo leuk, omdat je hebt hier een iPad en ik heb hier veel meer vriendinnen. En ik voel dat ik hier wat meer kan doen waar ik zelf zin in heb. Ik sta het best volgens mij tegenover Marina, want dat is mijn stamgroepcoach. En daar heb je de beste band mee vaak, want die zie je het meest ook altijd. Elke keer. Ja? One back! Children are very enthusiastic and very happy to go to school. Many parents tell me that even on Saturday, their child says, "Can I go to school today?" Or when it's holiday, they want to go to school. Well, that's not normal in the Netherlands anyway. So that's one. Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.